Welkom allemaal. We gaan vandaag weer een basisworkout doen. Wat ik vandaag ga gebruiken is een bal, maar je kan eventueel ook een flesje water pakken als je die niet hebt. En eventueel een stoel voor wat extra oefeningetjes. We gaan starten met een warming-up, zoals normaal gesproken. En we gaan als eerste gewoon heel even op de plek wat marcheren. Neem de arm een beetje mee. Zometeen gaan we de knieën rustig een beetje wat omhoog bewegen, om en om. Dus op deze manier, als je denkt dat het prettig is om iets vast te houden, mocht het nodig zijn, kun je altijd bijvoorbeeld een stoel erbij pakken. En weer even marcheren op de plaats. We gaan zo meteen een pas naar links en weer naar rechts zetten. Hou weer even vol. Voor de mensen die willen, die kunnen hun knieën een beetje mee de lucht intillen. Dat is al ietsjes lastiger, maar je mag ook gewoon het stappen op de plek. Oké, weer even stappen op de plaats. Probeer een beetje goed door te stappen. Oké, we gaan rustig de hakken naar de billen brengen. Mag ook eventueel weer bij de stoel vastpakken. Stappen op de plaats. We gaan met knieën en met hakken billen ga ik ook nog wat sneller laten zien voor de mensen die het willen. Voor de mensen die dit prima vinden, doen we dan op het gemak. We gaan als eerste nu dus de knieën een beetje op omhoog. Maar ook goed. Even een stap op de plaats. Heel goed. Wacht even het volgende liedje en pakken we zo meteen nog het hakkenbillen erbij. Oké. Maak dus weer het rustige zoals net. Maar voor het liefhebber gaan we hem iets te snel pakken. Hou op. Oké, heel goed. Weer even op de plaats lopen. We gaan de armen eens even wat bewegen. En ik pak er alvast de bal even bij. Dus pak even een flesje water of twee flesjes water of een bal. Iets wat je in de buurt hebt. We gaan het eerste bal eens omhoog wegen. Dan gaan we de armen dus in ieder geval ook alvast een beetje trainen. En naar voren. Probeer een beetje in beweging te blijven met de benen. Oké, weer even een stukje omhoog. Hou nog even vol. En nog even naar voren. Heel goed. Als laatste pakken we nog even de zijkant. Heel omhoog en pak hem over. Oké. We gaan hem even iets moeilijker maken. Zometeen. In plaats van marcheren op de plaats gaan we deze oefening doen in een klein beetje een squat vorm. Dus een beetje doorgezakt. Dus omhoog met die bal. Hoeft niet helemaal diep, mag. Maar gewoon een beetje. Dit voor de beenspieren. Je kunt zelf kijken hoeveel je natuurlijk naar beneden gaat. En de bal naar voren. Oké, heel goed. En ook door de bal omhoog. Als je even tussendoor wil staan, mag ook. Je mag ook dieper. Oké, heel goed. Even op de plek. Wat marcheren. Draai even de schouders wat los. Als het maar uit je handen valt, kun je ook heel even wegleggen hiervoor. Of het proberen op je hand te leggen. Oké, heel eventjes op de plaats marcheren. Pakken we zo meteen de andere kant. Even de benen wat ontspannen. Oké, en de andere kant. Heel goed. Oké, hartstikke goed. Voor de volgende pakken we de stoel er heel eventjes bij. Pak wel een stoel die gewoon stevig zit. We gaan zo meteen een paar verschillende dingen doen. Maar we beginnen weer met wat krachtoefening voor de benen. En dat is eigenlijk de benen ombeurten in zit, proberen op te tillen. Voor de mensen waarvoor dit goed genoeg is het prima. Maar je mag van mij zo meteen proberen die bal eronder te bewegen. Daarvoor moet je de benen wel een heel stuk hoog optillen. Heel goed. Oké. Heel goed. Het kan eventueel ook onder allebei de benen. Dan is dit best wel snel tempo op de muziek. Pak je eigen tempo. Dit is meteen goed voor de buikspieren. Maar ook de beenspieren. Ik zal het ook nog wat langzaam laten zien. Als het meteen ook weer eigenlijk alweer zwaarder. Omdat je langer in de lucht houdt de benen. Als dit dus te lastig is, je kunt altijd nog die ik net op het begin niet zien. Oké, heel goed. Nog 2 keer. Oké, eventjes goed. Even die bovenbenen wat ontspannen. We gaan voor de wederkerigheid van de rug een oefening doen. Laat mag je met de bal helemaal naar beneden naar de grond. En proberen op te strekken omhoog. Als dit vanwege een van de problemen niet gaat, doe het dan alsjeblieft niet. En probeer helemaal uit te strekken omhoog. Dan pak je mooi de bewegelijkheid van de wervels voor elke keer mee. In de onderrug, bovenrug en een heel klein beetje in de nek. Dit mag natuurlijk ook staand voor de mensen die willen. Die zal ik ook nog eventjes laten zien. Dan kan je ook soms net iets verder. Helemaal naar beneden naar de grond, maar omhoog. Nog 3 keer. Oké, hartstikke goed. Oké, we gaan even naar de lunge. Ik zet de stoel een klein beetje aan de kant. Ik leg de bal ook nog eventjes weg. Voor de mensen die vast willen aan de stoel, kan dat altijd. We gaan zo meteen naar de lunge toe. En daarvoor mag je de voeten goed uit elkaar zetten. En ga je dus doorzakken en weer omhoog. Probeer de voeten echt ver uit elkaar te zetten. Bij het achterste been mag je hielen ook omhoog komen. Dan krijg je ongeveer 2 keer een hoek van 90 graden bij de benen. Oké, heel goed. Nog 2 keer aan deze kant. Ik zal nu even laten zien met de stoel. Je kunt dus de stoel ook nog vasthouden, eventueel op deze manier. Draai ik naar de andere kant, dan pak ik er meteen de bal over mee. Je kunt natuurlijk ook gewoon het andere been voorzetten. Ik zal even omdraaien. Wanneer je beneden bent, mag je voor mij de bal een keer onder de benen doorhalen. Nog 2 keer, hou vol. Oké, helemaal goed. Heel eventjes de benen wat ontspannen. Oké, we gaan wat voor de spieren aan de zijkant van het been doen. Ik leg de bal weer heel eventjes weg. En wat we gaan doen, ik laat hem eerst even op deze manier zien. Is de benen naar de zijkant en terug. Je kunt daarvoor dus een stoel pakken, maar het gaat om deze beweging. Probeer niet dit te gaan doen. Mooi rechtop. Voor de mensen waarvoor dit te makkelijk is, je kunt het ook liggend doen. Bijvoorbeeld op bed of op een matje. En dan het been rustig een beetje van de bank af bewegen. Oké, en het andere been. Je kunt het dus ook zonder balans, soms zonder houvast doen, want trainer kan meer de balans ook mee. Oké, even rust. Deze gaan we 3 keer doen, dus ik heb net 1 keer 10 allebei de kanten gedaan. Pakken we de andere kant weer, dus het mag met of zonder handen. Mag dus eventueel ook liggend op de grond. Oké, heel goed. Voor de mensen die een enkel gewichtje hebben, mag dat eventueel ook nog. Je hoeft de benen ook niet te ver in de lucht te gooien. Dat hoeft ook niet. Oké, heel goed. Weer even ontspannen. Even de benen. Even wat losdraaien eventueel. Oké, daar gaat ie. Maar dat is de andere kant. Hou vol. En als het goed is, voel je het aan die spieren hier bij de zijkant van het been. En eigenlijk zowel van het been waarmee je beweegt, maar ook het been waarop je staat. Die moet ook proberen dat jij niet inzakt en dat je mooi stabiel blijft staan. Laatste keer 10, met het ene been. Oké, heel goed. En de laatste been nog een keer. Laatste. Oké, hartstikke goed allemaal. Heel eventjes pauze. Gaan we starten weer met een andere oefening. Oké, helemaal goed. Wat jullie kunnen doen, daarvoor moet de stoel wel heel stevig staan. Dus zet hem eventueel of tegen de muur aan of doe het bij de bank. In ieder geval iets wat niet weg gaat vallen. Ik ga jullie best wel een lastige oefening laten zien. Dat is het planken, maar het wordt ietsjes makkelijker omdat je ietsjes hoger staat. Dus je mag zo meteen de ellebogen op de stoel zetten en proberen met je lichaam helemaal recht in een plank. Zorg dus wel dat de stoel niet weg kan glijden. En kijk maar hoe lang je het volhoudt. Oké, als het toch nog ietsjes te lastig is, dan kan je eventueel ook al dichterbij op de handen. Maar ik hou nog even hier. Hou nog een klein beetje vol. Oké, even pauze. Het is best lastig hoor. We pakken deze ook nog 2 keer mee. En plank net als op de grond. Het is een goede voor de spieren van de arm, van de borst, buikspieren, beenspieren. Je traint bijna heel je lichaam mee. We gaan nog een keertje. Probeer niet te veel die kant of niet door te zakken. Goed rechtop. Voor de mensen die dit op de grond willen doen, mag natuurlijk ook. Nog heel even. Oké, we gaan weer even tussen ontspannen. Heel even rust en gauw door naar de laatste. Dan komt hij zo weer. Ook hopelijk dat je voeten niet te ver wegleiden zoals ze bij mij nu gaan doen. Oké, hartstikke goed mensen. Even de schouders wat losrollen. Als het goed is, zorgt het ook wel een beetje voor wat spanning in de armen. Oké, volgens mij hebben we al een hele hoop van het lichaam gehad. Als laatste wil ik met jullie nog heel even de squats doen. 3 keer 10 en dan gaan we naar de cooling down. De squats mag je bij de stoel doen. Op deze manier dat je de billen net de stoel laat raken en weer omhoog komt. Je mag het eventueel ook achter de stoel doen. Dat je wat vast kunt houden. Je mag ze ook in de lucht doen. Ik zal ze nu dus bij de stoel doen. We gaan ze dus 3 keer 10 doen. Hou het gemak. Nog eentje. Oké, even pauze. Laatste setje, hè? Hij was echt weer bijna op voor vandaag. Oké, dan komt hij weer. 2 tot de 10. Oké, hartstikke goed. Ik schuif de stoel even een beetje aan de kant. Even de benen wat los bewegen. Oké, helemaal goed. Als mensen het prettig vinden, kun je even de bovenbenen wat los. Probeer inderdaad om je voet naar de beeld te brengen. Dan voel je de bovenbeen oprecht komen. En het andere been. Heel goed. Even de schouders heel losrollen. Even de armen wat losdraaien. Pakken we hem even naar voren toe. Oké, en de andere arm. Nou goed. Even de nek wat naar de zijkant bewegen. Dan voel je als het goed is dat deze spieren op de plek komen. Helemaal goed. Dit was het weer voor vandaag. Allemaal bedankt voor het kijken en het meedoen. En hopelijk tot snel weer hier gewoon in de praktijk. Fijne dag allemaal!